Er zit weer volop vaart in ons cultureel leven, althans in het mijne. Zoveel vaart ook dat je weer spontane acties kunt plannen. Gewoon eens alles afzeggen en spontaan naar Parijs reizen om de ingepakte Arc de Triomphe te zien. Het nationale Franse symbool. Ingepakt door Christo, kunstenaar. En zijn vrouw om precies te zijn. Zij hebben samen in de loop van de afgelopen jaren heel veel verschillende monumenten ingepakt. De Pont Neuf hier in Parijs. Of de Rijksdag in Berlijn. Of in Italië bij de Lac di Seo. De Floating Piers waar we over het water konden lopen. En oplettende lezers, die hebben gezien dat de Floating Piers een paar jaar geleden, dat die ook op onze cover, op de Zuiderlicht cover hebben gestaan. Oplettende lezers, die hebben ook gezien dat de nieuwe Zet Extra Tijd niet meer Extra Tijd heet, maar Zout op Zaterdag. Want een historisch moment, niet alleen maar om hier te staan, maar ook in de geschiedenis van Zuiderlicht. We zijn van naam veranderd, Zuiderlicht heet vooraan Zout. En Zet Extra Tijd wordt dus Zout op Zaterdag. Na 14 jaar Zuiderlicht, het gebied is veranderd, lezers zijn veranderd, dus wij veranderen mee. De inhoud gaat natuurlijk niet veranderen. Dus we hopen dat u ons trouw blijft en de nieuwe Zout op Zaterdag blijft lezen en ons trouw blijft. Ik wens u een heel goed weekend. Tot de volgende keer.